Officieel is de naam de State of the Climate Report. Het rapport is uh, in Engels uitgekomen. Het is een uitgebreid rapport, een onderzoek. Dat is ontstaan uit de behoefte om beleid te maken op basis van data, van echte scientific data. Um, het onderzoek is een jaar geleden begonnen door, um, en gesponsord door het IDB, door zowel lokale als internationale deskundigen, om te kijken. Naar de effecten van klimaatverandering op Suriname. En dat op een heel um, zeg maar een wetenschappelijke manier, waarbij er is gekeken naar een aantal factoren. Um, waar we het straks over kunnen hebben, natuurlijk. Maar ja, we hebben het rapport is gelanceerd enkele weken geleden op een uh, internationale conferentie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, waar ministers van milieu en anderen aanwezig waren van heel Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en daar is dus het rapport aangeboden aan, aan ondergetekende door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Waar gaat het rapport over? Um, zullen we zullen in grote lijnen aangeven welke zaken zijn aan de orde gekomen in dit rapport. Het rapport heeft een focus op de trends, de klimaattrends eigenlijk, van wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van klimaat. Waarbij vooral wordt gelet op, op, op neerslag, dus de regenval, wordt gelet op vochtigheidsgraad en is gelet op de temperatuur, om maar een paar elementen te noemen. Die zijn allemaal bekeken in het verleden en ze zijn bekeken en er zijn projecties gemaakt voor wat er in de toekomst zal gebeuren ongewijzig beleid als de vervuiling, zeg maar de uitstoot van, van broeikasgassen als het uh, dezelfde trend bleef behouden. Op de tweede plaats is gekeken naar uh, de effecten van klimaatverandering op de landbouw, op de infrastructuur, op de bosbouw, op uh, de watervoorziening uh, en de waterhuishouding en uh, dus die zaken daar zijn die zijn dus verkozen om te kijken die sectoren. En kijk, wat gebeurt er als we deze scenario's krijgen, als we deze ontwikkelingen krijgen voor wat betreft uh, klimaatverandering? En verder is in het rapport een risico-index waarbij is gekeken naar een aantal factoren uh, om dus een index te maken, zodat kan worden vastgesteld welke gebieden precies het meest kwetsbaar zijn, het meest, waar we het meest op moeten letten. En dan zijn er algemene aanbevelingen binnen het rapport. Nou, laten we kijken naar bijvoorbeeld bij voor wat betreft het klimaat, is op basis van een aantal modellen gekeken naar, zoals ik eerder zei, de temperatuur, de neerslag, de vochtigheidsgraad en noem maar op. En daar zijn een paar opmerkelijke conclusies uh, getrokken en uh, projecties gemaakt, zou je moeten zeggen, uh, waarbij er is be uh, berekend. Dat met name de gemiddelde temperatuur in, in Suriname op lange termijn, dus aan het eind van deze eeuw, met ongeveer 5 graden Celsius zal toenemen. Wat toch wel redelijk alarmerend is. Um, dat is de gemiddelde temperatuur die dus zal gaan van ongeveer 27 graden Celsius naar 32 graden Celsius. Voor wat betreft de maximumtemperaturen die we kunnen verwachten, zien we dat er een stijging is tot, tot wel 39 graden Celsius. Over het algemeen heeft men geconcludeerd dat men veel langere periodes van warme nachten zal krijgen. Dat is dus bijna geheel het jaar zullen we vrij warmere nachten noteren. En dat de, de regentijden sterk zullen verkorten. Maar dat betekent dus ook de verkorting van de regentijden betekent niet dat er geen wateroverlast zijn, want men heeft tegelijkertijd geconcludeerd dat die kortere regentijden gepaard zullen gaan met veel heftigere regenval, dus veel meer regen binnen een kortere tijd. Dat is dus absolute verandering van wat we gewend zijn. En deze projecties zijn niet alleen gemaakt voor de lange termijn, maar eigenlijk ook voor de middellange termijn en die trend dus moet u daar ergens tussen zien. Dus wat wil niet, niet wil zeggen, dat onze generatie niet zal meemaken, wat dat betreft. Dan is er ook gekeken naar de gebieden natuurlijk die kwetsbaar zijn. En daar zien we dat met name gebieden als Paramaribo, Sipaliwini, Wanika uh, die het meest getroffen zullen worden door klimaatverandering. Districten als Nikeri, dacht ik zo, Para, Coroni uh, zijn dus de, de districten die min of meer. Of, Nee, minder, veel minder last zullen krijgen van klimaatverandering. Dat zijn dus eigenlijk de iets veiligere gebieden. Maar um, heel vaak gaan we ervan uit dat um, alleen de kustvlakte last zal krijgen van klimaatverandering. Maar dit rapport wijst uit dat ook gebieden als die Pallumini daar last van zullen krijgen. Vooral wanneer we praten over die heftigere uh, neerslag. Voor wat betreft de andere analyses zijn, zoals eerder zei, is gekeken naar bijvoorbeeld water, waar we merken dat de kwaliteit van het water behoorlijk uh, te leden zal hebben. Uh, er zal sprake zijn van versilting, wat betekent dat, dat het zoetwater steeds meer, of het zoute water zal steeds meer naar binnen dringen en dus veel minder zoetwater beschikbaar zal zijn. En dat heeft natuurlijk zijn effecten op de landbouwsector, die um, ook last zal krijgen van, van, van neerslag, minder neerslag eigenlijk. En natuurlijk die heftigere neerslag in die kortere periode. Maar dat de landbouw ook de last van zal krijgen van die temperatuurstijging. Omdat uh, planten nou eenmaal gevoelig zijn voor warmere temperaturen. We hebben gekeken naar de infrastructuur. Daar merken we dat met name wordt genoemd dat uh, de Afobakadam van ons uh, veel te leden zal krijgen, wat dus effect zal hebben op de elektriciteitsvoorziening, omdat vanwege de waarschijnlijk lagere waterstand die geprojecteerd is, dat uh, de Afobakadam toch wel behoorlijk wat last zal ondervinden. En dus dat we moeten gaan nadenken over, over uh, de elektriciteitsvoorziening in de toekomst. Maar de zwaardere golven die we vanwege klimaatverandering kunnen verwachten, die zullen ook maken dat onze, on, onze infrastructuur last zal ondervinden. We hebben vaker gezegd dat Paramaribo-Noord heel kwetsbaar is en dat uh, Paramaribo-Noord behoorlijk wat last zal krijgen van zeespiegelstijging, zwaardere golven. Ja, en dat wordt dus bevestigd in dit rapport waarbij er projecties zijn gemaakt, dat vooral dat gebied behoorlijk wat klappen zal krijgen en dat dus de verdediging moet worden aangepakt. En dat geldt ook voor de bosbouwsector, waar we ook zien dat ecosystemen behoorlijk in gevaar komen en dat de mangrovebossen ook zullen worden aangetast als die niet worden aangepakt. Dat is zo een beetje in een nutshell, de, dat zijn de conclusies die zijn getrokken. Er zijn aanbevelingen gedaan, aanbevelingen die in grote lijnen van algemene aard zijn um, en die dus uh, eigenlijk aangeven dat zowel de, de ruimtelijke ordening behoorlijk moet worden aangepakt. Wat dat betreft is de oprichting van dit ministerie komt op een goed moment, omdat wij nu heel serieus moeten gaan nadenken over onze ruimtelijke ordening. Het geeft aan dat we ook moeten gaan nadenken over waar we, waar we onze landbouw moeten gaan uitoefenen. En het geeft aan hoe wij moeten gaan bouwen. Een heleboel zaken moeten we opnieuw gaan bekijken, zodat wij um, ons land gereed maken voor de veranderende situatie. We zijn het gewend, de temperaturen van nu zijn we gewend, de neerslag zijn we gewend, de droogte of de vochtigheid die we tot nu toe kennen, zijn we gewend en we voelen ons. Makkelijk daarbij, maar elke verandering betekent dat we daar last van kunnen ondervinden, tenzij we goed voorbereid zijn. En dat is zo'n beetje wat we hebben gezien in, uh, voor wat betreft de, 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 de projecties die zijn gemaakt in het uh, rapport State of the Climate. Dit rapport heeft het doel om juist aan te geven: van kijk, dit zijn de gevaren, en we hebben natuurlijk, terecht zegt u dat. We hebben een traject dat we ook nog moeten afleggen voor wat betreft. Als je weet dat deze gevaren bestaan, als je weet wat de intensiteit kan zijn, op de eerste plaats laten we ervoor zorgen. Niet alleen wij hoor, want wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor uh, klimaatverandering, maar onze lobby op dit moment moet uh, geïntensiveerd worden en hopelijk ziet de wereld ook dat het nodig is om iets te doen. Om te voorkomen dat de klimaatverandering niet zeker gaat komen, maar dat de intensiteit een beetje beheerst wordt. Dat is het eerste wat we moeten doen. Dat is basaal geld voor alles. Niet alleen voor de landbouwsector, maar voor alle sectoren. Laten we proberen om verantwoordelijk om te gaan met onze omgeving en uh, de uitstoot sowieso te verminderen. Dat is één basis. Voor wat betreft de landbouwsector, denk ik dat de deskundigen moeten gaan na, natrekken. Uh, of ze moeten nagaan hoe we op slimmere manieren onze landbouw zullen gaan uitoefenen. En, en verder dan dat wil ik niet gaan, want dan ga ik me echt begeven op glad ijs. Maar ik kan me wel voorstellen dat we uh, betere uh, gebieden moeten gaan uitkiezen. We moeten de technologie gaan veranderen. En we moeten sowieso ervoor zorgen. Als we weten dat er zoutwater binnenkomt, dan moeten we ervoor zorgen dat we onze infrastructuur zodanig aanpassen dat deze gebieden beschermd worden. En hoe dat beschermd moet worden, dat laat ik netjes over aan de ingenieurs die daar veel meer verstand van hebben. Sowieso zijn we nu bezig met een aantal projecten. De voor de landbouwsector weet ik dat we nu, as we speak, um, een project hebben met de Green Climate Fund om de landbouwsector um, om onderzoek te doen en verder analyses te maken, zodat onze landbouwsector op een veel betere manier, een, een veel effectievere manier uh, georganiseerd kan worden en zich klaar kan maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Dus wat dat betreft is er op dit moment, ik dacht dat ik uh, vandaag uh, het contract of het rapport moet gaan ondertekenen voor wat betreft uh, de landbouwsector. Maar wij hebben ook een aantal projecten die lopen die te maken hebben met klimaatverandering. Het uh, belangrijkste op dit moment is het, wat genoemd wordt het NC3-project. Is het project waarbij we inventariseren wat onze uitstoot is en wat onze, wat onze carbon sink is? Noemt men dat. Ja, hoeveel carbon um, absorbeert ons bos? Uiteraard zijn er ook activiteiten gaande om te voorkomen dat we in Suriname um, de mate van ontbossing, die, wij nu, die nu vrij laag is in Suriname, maar dat we die dus uh, sowieso behouden en als het kan gaan verminderen. Um, en daar zijn dus een aantal projecten voor uh, op dit moment die gaande zijn. En ik kan u garanderen dat wij, als het goed is, binnen binnen één of twee weken komt er uh, ook nog een ander programma dat wij willen gaan ondertekenen om uh, te kijken naar de bosbouwsector om toch nog veel efficiënter om te gaan met ons bos. Dit betekent dus, de conclusie van dit, project, van dit rapport is dat wij meer dan ooit uh, verplicht zijn om te gaan letten op dat stukje bos dat we nog hebben kunnen koesteren, dat we nog hebben kunnen behouden. En um, dat wij dus, het, het is ook een signaal naar de, naar de wereld dat vanwege het feit dat Suriname haar bos heeft kunnen conserveren en tot nu toe. Um, Afgezien van hier en daar wat vervuilende maatregelzaken, dat we dus uh, veel meer moeten gaan investeren om, om dit bos te behouden. Maar het, het, het grootste deel van onze portfolio, kan ik u garanderen, zeker voor wat betreft milieu, heeft te maken met het mitigeren, het voorkomen van klimaatverandering en het klaarmaken van Suriname voor de nare effecten die toch nog op ons afkomen. Want... Weet u, het bijzondere van klimaatverandering is dat jij als klein land en wij als Suriname, wij kunnen ons netjes gedragen, wij kunnen een heleboel zaken doen om te voorkomen dat onze uitstoot excessief wordt. Maar als grotere landen, zoals China, Amerika, India, de grootste industriële landen, Brazilië, als die doorgaan met excessief uitstoot, dan. ...gaan wij daar ook last van ondervinden, omdat klimaatverandering geen grenzen kent. Er zijn verschillende strategieën. De, de kleine landen en zeker de landen die uh, nog bos bezitten, de, de, de uh, high forested landen... ...die landen die hebben natuurlijk een sterke lobby opgezet op het internationaal forum, op de internationale fora... En die proberen natuurlijk een case te maken. Maar kijk, laten we even eerlijk zijn: de rijke landen voelen de klappen ook. We kijken naar de ontwikkelingen van wat wij nu hier voorspellen voor het midden van de eeuw en voor het eind van de eeuw. Daar heeft nu, op dit moment, Amerika, China, uh, noem maar op, al die geïndustrialiseerde landen, Nederland, die hebben er nu last van. Ze hebben nooit gedacht dat zij zoveel last zouden hebben. Van uh, steeds spiegelstijging. En vandaag de dag zien we op het nieuws dat grote steden, New York, uh, Amsterdam, noem maar op, al die, die steden, die hebben wel last van wateroverlast. Dus ze, hebben, ze beseffen zelf ook wel dat het, uh, dat het nu genoeg is. China heeft beloofd dat ze in 2016 een uh, zero carbon industrie zullen hebben. Dat betekent dat hun uitstoot. ...en hun absorptie elkaar in balans zullen brengen. Uh, en dat hebben vele landen ook gedaan. Gelukkig is Amerika teruggegaan naar het Parijsakkoord. Dus mondiaal gebeurt er al heel veel. En zeker landen als Suriname die, die proberen hun stem te laten horen... ...ook al heb je maar een, een piepstem in het geheel. Maar gelukkig uh, is de natuur ook rechtvaardig en de natuur wijst ons nu al... Dat juist die landen, kijk, China is de grootste vervuiler ter wereld. En op dit moment moet u even zien welke, hoeveel last China nu ondervindt van klimaatverandering. Dus de mensen, de landen beseffen zelf wel dat er iets moet gebeuren. En dat maakt het werk, dat maakt de zorg van ons als kleine, kleine landen um, veel, veel kleiner. En dat maakt het werk natuurlijk lichter. Um, voor wat betreft, er zijn natuurlijk andere maatregelen die wij zelf moeten treffen. Er zijn um, maatregelen waarvan we zeggen: we moeten dit land verdedigen en beschermen tegen klimaatverandering. En dat zijn zaken die je kan doen om in. En, en er zijn twee soorten, wat men noemt. Uh, um, uh, je kan jezelf weerbaar maken daartegen, ja, of je zelf, kan jezelf beschermen. Um, je, je, je kan dijken bouwen op plaatsen waar je denkt dat het nuttig is. Je kan mangrovenplant aanleggen. Je kan natuurlijk ervoor zorgen dat er minder sprake is van, van, van ontbossing. Want dat is ook een, een groot probleem. Uh, je kan, er zijn een heleboel zaken uh, die je kan doen om je land te beschermen tegen de gevolgen van, van klimaatverandering. Dat het komt, dat staat als een paal boven water. Het gaat, de wereld blijft niet hetzelfde, die verandering. Maar wat je wel kan doen, is proberen te leven met de gevolgen. En waar je het land kan beschermen, dan moet je dat doen. En dat zijn dus de, het soort maatregelen die we wel treffen, ook in Suriname. Wij hebben het standpunt ingenomen, wij als kleine landen hebben het standpunt ingenomen, niet nu hoor, al geruime tijd. Vanaf het Parijsakkoord sowieso. Van kijk, de grote landen zijn de vervuilers. En wij verwachten van ze. dat ze de kleine landen. die zichzelf niet kunnen beschermen. dat ze die kleine landen compenseren. voor de schade die wij ondervinden. vanwege hun industrialisatie. En um, die middelen. Die, die worden ook beschikbaar gesteld. Er zijn. behoorlijk wat fondsen beschikbaar. Voor klimaatprojecten. Wat we in de praktijk merken echter, is dat de toegankelijkheid tot die middelen, dat die te wensen overlaat. En dat het moeilijk is voor een heleboel kleine arme landen, ontwikkelingslanden, om toegang te krijgen tot die middelen. De eisen die worden gesteld, zijn wel gratis middelen voor, uh, voor, uh, uh, voornamelijk, maar de eisen die worden gesteld zijn zo hoog dat je je afvraagt van. Hoe lang duurt het en, en wat moet ik allemaal doen om aan dit geld te komen? En hier op het ministerie maken wij ons sterk daarvoor. Ik uh, kan u vertellen dat wij uh, heel hard bezig zijn om zowel mensen te trainen, om, om, om die middelen om toegankelijk te maken voor, voor ons, maar ook om uh, uh, de capaciteit hier op te bouwen. ...zodat wij de projecten naar behoren kunnen uitvoeren als die middelen er zijn. Dit is wat we hebben overhandigd aan de president en de vice-president afgelopen woensdag... ...op de regeringsraadsvergadering is een samenvatting van het rapport. Het rapport heeft veel meer technische informatie. Hier staan de conclusies in grote lijnen. De, het rapport zal op de eerste plaats zo breed mogelijk worden gedistribueerd. Het is al elektronisch beschikbaar, dacht ik zo... Um, het zal zo breed mogelijk worden gedistribueerd. We zullen onze technische mensen erop zetten om hem helemaal te ontrafelen. Zodat er vertaalslag kan worden gemaakt van het rapport naar het beleid. En dat we van daaruit beleid kunnen maken. Um, en dus, uh, maar we willen ook graag, we gaan dit niet in een ivoren toren doen. We willen ook graag dat de... De civil society organisaties, de NGO's en andere organisaties hier nota van nemen en dus ook hun agenda afstemmen over de gevaren die ons te wachten staan. Het is een long shot. Het is niet zo dat we morgen al problemen zullen krijgen, hoewel we al wat symptomen zien met die overstromingen in het binnenland. Uh, maar het is. In elk geval uh, moeten we de bewustwording bij de mensen gaan aankweken en we moeten actie ondernemen. Omdat een mooi rapport op een rek is uh, mooi, mooie kaft en dergelijke, maar dat uh, gaat natuurlijk niks veranderen. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de gevaren die ons te wachten staan en dat we ook actie gaan ondernemen. En dat is het pakket dat wij nu op ons bord hebben. Daar maken we ons sterk voor.